Ja, dat was in ieder geval een pessimistische boodschap. Ja, dat is even schrikken misschien. Ja, dat is ook een kant die ik in me heb. Ja, moet je maar niet met blote oren over straat gaan. Moet je oren op je zin doen of oorwarmers op. Ja, voor mij is het goed om gewoon even een korte samenvatting te doen van waar we filosofisch gezien hè, nu staan, met z'n allen. Het is bijvoorbeeld iets als bejaardencentrum het zonnetje. Ja, maar het is een mediaoorlog. Je moet de sympathie aan je kant krijgen. Ah, ze lezen mensen in de krant. Verenigde Staten bombarderen opnieuw. Bejaardencentrum het zonnetje. Maar een klootzakken. Ik ben voor het bejaardencentrum, denken mensen dan. En ik vond het iets te ver gaan om voor 100.000 euro aan matses af te rekenen. Volgens mij moeten we beginnen met Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 19e eeuwse Duitse filosoof. En de beruchte uitspraak van Nietzsche was: God is dood. Waarmee hij bedoelde dat God als absoluut houvast heeft in het Westen zijn geloofwaardigheid verloren. Zo hier achterin is het heel slecht te staan. Ik iets harder nog.